Mag ik het menu eens even zien? Of misschien kan je het vertellen wat je... Kijk, dit is het menu. Misschien kan ik het even vertellen. Ik heb die ook. Ja, waarom zo heb jij die dan? Ik heb een keer met ze geluncht. Heb je ook met ze geluncht? In het kampioenenlunch, zeg maar. Ja. Had je prijsje gewonnen? Nee. Ik had net een hit met Afscheid. En toen mocht ik langskomen. Nou, nou, jullie in ieder geval zalmtompoes met gerookte forel. En een crème fraîcheuse met dille. Gebakken rundersteak, dragonsaus, babywitlof, haricots verts. En aardappelkroketjes. Ik heb begrepen zonder mayonaise. Ja, maar niet nodig hoor. En hazelnoot, schuimtaartje, geroosterde hazelnoten, zout. Was dat lekker? Dat was lekker. En die heb ik niet. Dat was wel lekker. Ja, die was lekker. En saus van romige karamel en werd afgesloten met mok. Hebben jullie het allemaal meegenomen, dit jongens? Ja. En mijn toetje heb ik niet eens opgegeten, want ik was nog niet klaar en het werd alweer weggehaald. Dat was wel heel jammer. Had je wel de kans, want dit zijn de beelden dan, had je wel de kans om ook los van het felicitatiemoment om met de koning of de koningin te praten? Of was dat onmogelijk eigenlijk? Degene die aan tafel zaten hebben denk ik wel gewoon, jullie hebben meer zicht erop gehad. Ik zat een beetje aan de achterste tafel, maar... eerst bij de receptie, zeg maar. Hebben we dan wel met ze gepraat en later bij de koffie. Ja. En ook met de tentoonstelling konden we ook gewoon steeds... Ziet er mooi uit. Dit noemde Toon Hermans de livreiers. De livreiers? Livreiers. En wat waren dan de livreiers? Nou, de lakeien in een livrei. En die staan achter je. Ja. Toon had zijn... jullie zijn ook nog van de generatie van het gala, de gehaktbal. Ja. We hadden geen gehaktbal. Leg neer die bal. Ja, ik ken hem. Ja. Stel je nou voor, hè, over 50 jaar. Dan kijk je terug op deze dag natuurlijk. Een bijzondere dag. 50? Wat zou je het meeste bijblijven? Ik denk gewoon die persoonlijke ontmoeting. Ja. Ik denk dat toch wel belangrijk is. Hij heeft toch ook gespeeched? Ja. Wat zei hij? Ja, goede vraag. Was een goede speech? Kon je een beetje lachen? Ja, dat wel. Was van ook als je je telefoon aan had, dan was het een afterparty. Dan kon je wel gaan, denk ik. Nee, maar... Nou, hij noemde die mevrouw die 100 jaar was. En dan was de meneer iets van 85. Ja. Werd speciaal genoemd. Nou, ja. En alle beroepen. De normale mens eigenlijk die aan tafel zit. Ja. Ja, iedereen toch? En ik zie ook echt goede wijnen die erbij worden. Ja, en dat is zo lekker. Is er nog iemand echt... Sorry. Gewoon wel een beetje tips. Nu kom je, die wijn is zo lekker. Ik zat echt met zo'n mevrouw. Ja, het is ook zo leuk, want je kent niemand. Ja, ik ken Jolanda en Miranda nu. Maar je maakt gelijk leuk contact. En op een gegeven moment werden we ook helemaal los met elkaar. En ja, we vonden de wijn wel erg lekker.